Een oplossing voor de verduurzaming van de Nijmeegse wijk Hengsdal zou het buurtenergiesysteem zijn. Een geluidloze warmtestation dat vanaf het dak van het Erika Terpstra-bad woningen verwarmt via een ondergronds leidingnetwerk. Maar niet alle buurtbewoners staan te springen om de eventuele komst van dit systeem. Op dit moment loopt er een draagvlakmeting in de buurt om te kijken of mensen mee willen doen. En dat gaat met een bindende handtekening. Nou, ik vind het daar wat te vroeg voor, omdat er heel veel informatie nog niet is. En wij wel gevraagd worden om bindend te tekenen en dat doe je voor 30 jaar. En het is nogal complex, het is heel veelomvattend. We moeten een soort van eigen bedrijf beginnen. De volgende stap in het project wordt pas gezet als 70% van de bewoners akkoord gaat en het systeem aan een aantal voorwaarden voldoet. Een groot onderdeel van dit project is om de regie over het energieverbruik vooral aan de inwoners zelf over te laten. Wat ons ideaalbeeld ook wel is, is dat de mensen ook uiteindelijk zelf gaan over hun warmte en ook over de manier waarop dat aan hun wordt geleverd en welke tarieven, et cetera. En dat is best spannend. Nu zijn ze niet in die hoedanigheid actief. Dit vraagt ook wat aan je voorstellingsvermogen. Hoe kom je daar? Nou, ook daarin kijken hoe we daar mensen in kunnen begeleiden. Volgens Renate worden inwoners niet voldoende betrokken, omdat er volgens haar te weinig informatie wordt gegeven aan bewoners om een weloverwogen keuze te maken. Samen met medebuurbewoners gaat ze zelf op onderzoek uit naar informatie over het buurtenergiesysteem en verduurzaming. Want zij geven aan dat wij 27% CO2 met dit systeem gaan besparen. Maar dat zijn jaargemiddeldes waarmee gerekend is. Dus dan stel je hebt een elektrische auto. Die moet je zeg maar om de zoveel tijd opladen. Dat doe je het hele jaar door. Dan kun je deze cijfers prima gebruiken. Want dat is stroom die je het hele jaar door gebruikt. Maar dit systeem verbruikt de meeste stroom in de winter. Juist in die maanden nauwelijks groene stroom is. Dus dan gebruik je grijze stroom. Waardoor je CO2-uitstoot veel meer is dan wat wordt gezegd dat je 27% gaat besparen. Deze informatie verspreiden Renate en haar groep via een brief met hun medebuurtbewoners. Bewoners twijfelen nu wat wel of niet goed is. En je merkt dat op het moment dat het heel concreet wordt, ja, dan wordt het ook veel tastbaarder voor mensen. En dan gaan natuurlijk ook mensen zich terecht afvragen, van, ja, is dit nou voor mij een goede oplossing? Er zijn altijd kritische geluiden geweest. Die zijn nu versterkt ook wel door een aantal mensen die daar echt grote twijfels bij hebben. Dat mag ook bestaan. Hè? En wat wij proberen is om daar ook gewoon open gesprekken over te voeren. Dat moet van twee kanten komen. En waar we dat lukt, is dat heel fijn. Maar ja, dat levert ook wel een spanning op. En ik denk dat dat in heel Nederland speelt. Dat is niet uniek voor deze buurt. Er worden verschillende informatieavonden georganiseerd. En bij Woonwaarts zijn er ook keukentafelgesprekken in te plannen. De buurt heeft tot 7 juli de tijd om wel of niet akkoord te gaan.